Er moest een nieuwe koningin komen in plaats van Wasti. De dienaren van de koning zeiden, wij hebben een plan. Er moeten meisjes voor u uit worden gezocht in alle provincies. En naar het paleisje zou worden gebracht. Daar kunt u het mooiste meisje uitkiezen. De koning vond het goed. In die tijd woonde er in Susa een Joodse man die Mordechai heette. Uit de stem van Benjamin. Mordechai was de zoon van Jair. En de kleinzoon van Simi. Mordechai kwam uit Jeruzalem. Zoals vele andere mensen in Susa. Hij had een nichtje waar hij voorbehoorde. Zij heette Hadassa, maar iedereen noemde haar Esther. Er moest een nieuwe koningin komen in plaats van Wasti. De dienaren van de koning zeiden, wij hebben een plan. Er moeten meisjes voor u uit worden gezocht in alle provincies. En naar het paleisje zou worden gebracht. Daar kunt u het mooiste meisje uitkiezen. De koning vond het goed. In die tijd...